In het voetbal kan er binnen korte tijd veel veranderen. De ene dag sta je in de spotlights en de andere dag moet je genoegen nemen met een plaats op de bank. Zo weet ook Kenneth Otigba, voor wie de kansen sinds de komst van Foppe de Haan 180 graden zijn gedraaid. Ja, afgelopen half jaar natuurlijk ups en downs, dat is vaak bij voetbal. In het begin was het niet goed. Ik kan zo zeggen dat ik wou weg. Ik heb niet zoveel speelminuten gekregen onder de Dwight Lodewijkers. Toen wilde ik weg in de zomertransferperiode. Maar gelukkig was ik niet weggegaan, de club liet me niet. En nu bij andere trainers kan zomaar opeens andersom gaan en nu speel ik gewoon. Everything is for a reason en ik geloof in God en ik weet dat als een moeilijke tijd is, dan dat is ook voor een reden. En natuurlijk op dat moment wanneer je het echt moeilijk hebt of echt veel stress of je weet niet wat is het beste voor jou, dan ga je twijfelen dat wat moet ik doen, moet ik hier blijven of jij weet het niet. Maar uiteindelijk, als ik zo terugkijk, dan ik weet zeker dat dat was ook een leerproces voor mij, een leerperiode. Ik moest gewoon sterk blijven en gewoon doorgaan met hard trainen en wachten op mijn kans. Die bal moet voor de keeper zijn, drommelt op. En dan is het een doelpunt, dan is het Otigba. Van Aken en Verbeek, daar gaat hij erin, ja. Dat was niet meer te voorkomen. Van dichtbij uithalen. De bal valt precies voor de voet van Otigba. Dan is het prijs. Je kan altijd beter zijn in alles. Dus in je goede kwaliteiten kan altijd beter worden. Maar ik ben zeker sterker geworden. Ja, mentaal. En ik denk die was echt belangrijk voor me. En daarom zeg ik, alles is voor een reden. Dus misschien was het daarom om mij te trainen, maar van een andere kant. Vind je dat je jezelf nu ook voldoende kan ontwikkelen nog steeds? Ja, ik denk zeker weten. Heerenveen, je ziet wel dat ik zie mezelf niet als dat ik zo goed ben dat ik weg moet of naar een andere club of zo. Ik denk dat hier op dit moment dit is de beste plek waar ik kan zijn om beter te worden en ook veel speelminuten te maken. Ja, daardoor word je natuurlijk beter, maar ik denk dit is de beste plek voor me. Wat vind jij zelf je beste kwaliteiten? Ja, ik denk dat ik sterk ben. Ik ben snel, kan goed koppen achterin en voorin ook. En op zich gewoon man dekken, dat is mijn kwaliteit denk ik. Dat gewoon de spits uitschakelen. En natuurlijk, moet altijd beter en kan altijd beter. Dus dat zal nooit zijn dat een spits in wedstrijd een spits gaat nooit scoren. Omdat natuurlijk zijn heel goede aanvallers hier en heel veel maken het echt moeilijk voor me. Maar ik denk dat is mijn kwaliteit wat ik graag wil laten zien en gebruiken. Ja, spits uitschakelen. Ben jij in het veld een verdediger die een beetje praat tegen zijn tegenstander? Nou, is lastig. Ik probeer mezelf wel inhouden. Vaak was het zo gebeurd dat ik te veel bezig ben met de spits. Ja, om te praten en gewoon niet netjes dingen zeggen. maar dat is niet altijd goed. Ik probeer nu meer om de wedstrijd in de wedstrijd te blijven en concentreren op voetbal. Ja, dat is misschien karma, snap je? Dat denk ik is niet altijd goed om veel te praten, maar soms is het wel nodig. Waarin vind jij zelf dat je jezelf nog zou kunnen of misschien wel zou moeten verbeteren?
Ja, ik moet sowieso beter zijn in balbezit. Mijn techniek moet sowieso beter. En wat het belangrijkste is voor een verdediger, ik moet 90 minuten of langer mijn focus houden. En dat is op dit moment wat ik probeer echt beter te maken. Om mijn focus gewoon altijd scherp blijven. En dat is lastig. Is moeilijk 90 minuten altijd de beste oplossing te vinden. Maar natuurlijk, dat wil ik. Dat is het doel, dat gewoon foutloos en altijd scherp blijven. En dat geldt voor het hele team. Want Heerenveen krijgt de laatste tijd te veel goals tegen en lijkt in een dip te zitten. Ja, het is een moeilijke periode. Je ziet wel natuurlijk met Foppen in het begin was goed. En we speelden simpel, maar toch winnen de wedstrijden gewoon simpel, wat jou was duidelijk. En ja, de afgelopen paar wedstrijden lijkt niet echt duidelijk te zijn. Ik weet niet precies door wat, maar in het begin, afgelopen wedstrijd tegen Zwolle, je zag wel dat in de tweede helft, je zag weer wat is echt onze ploeg is. Maar het was een beetje ongelukkig. Dat kan gebeuren natuurlijk in voetbal, maar ik denk dat het wel in zit in het team dat we gaan weer de oude niveau pakken. Dat vertrouwen heb jij wel? Ik heb het wel zeker.